Hi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag een What I Eat in a Day opnemen. Ik zit momenteel 2,5 week thuis vanwege het coronavirus. Dus ik heb eindelijk tijd om video's op te nemen. Dus ik dacht, ik ga vandaag een What I Eat in a Day doen. Want dan kan ik gewoon lekker de hele dag vloggen. Goed, het is ochtend. Ik ben net wakker. Dat zie je waarschijnlijk ook wel aan mijn hoofd. Ik ga natuurlijk vandaag niet naar school. Maar ik ben wel van plan om jullie ook door de video heen een beetje uit te leggen wat ik normaal gesproken mee naar school neem. Ik ga nu eerst lekker ontbijten. Want ik heb nu inmiddels echt wel superveel honger. En eigenlijk ontbijt ik elke dag met hetzelfde. Ik ontbijt elke dag met Griekse yoghurt, bananen en pure chocoladevlokken. Ik vind dit gewoon echt ontzettend lekker en ik eet het echt elke dag. Ik eet eigenlijk nooit een ander ontbijt. Dit is gewoon echt mijn lievelingsontbijt. Het is vullend, maar het is niet te heftig op de maag. En dat is gewoon heel erg chill. Dus ja, dit is echt absoluut mijn favoriete ontbijt. Het is tijd voor mijn dagelijkse vitamine-ritueeltje. Ik ga nu eventjes theewater opzetten. En ik drink elke dag, nu ik lichtelijk verkouden ben, deze Eginafors Hot Drink Vlierbes Sap. Dit is echt mijn levensredder als je ziek bent. Dus dat is echt iets om aan te schaffen. En wat ik dan nu ook nog even inneem is multivitamine A tot Z. Het is inmiddels een paar uurtjes later en ik ga eventjes lunch maken. Want ik heb inmiddels echt best wel veel honger. En ik ben van plan om een soort van broodje gezond te maken met kaas en komkommer en een beetje mayonaise en een beetje sla. Dit is eigenlijk iets wat ik normaal eigenlijk bijna nooit eet. Maar ik zal jullie zo meteen een lijstje geven wat ik normaal gesproken altijd meeneem naar school. Zodat jullie een beetje meer weten wat ik op een normale dagelijkse basis als ik naar school ga meeneem. Het is gewoon een broodje met kaas, sla, komkommer en mayonaise. Oké, maar wat neem ik normaal gesproken dus graag mee naar school qua eten? Nou, dit verschilt eigenlijk elke dag. Maar mijn favoriete dingen om mee te nemen zijn een broodje pindakaas. Echt mijn favoriete lunch voor, ik denk al, echt mijn hele leven. Ik vind het ook heel erg chill om een gekookt eitje mee te nemen naar school. Want het vult heel goed en kan je ook gewoon makkelijk meenemen. Wat ik ook vaak meeneem naar school is soep. En dan warm ik dat gewoon op school op. Vind ik echt super chill. Het is echt een heerlijke lunch. Dus ja, het is echt een van mijn favorieten. Ik neem ook heel vaak crackers met hummus en avocado. My fave ook. En wat ik ook vaak doe is een bakje groenten meenemen. Bijvoorbeeld paprika en komkommer. En dan dip ik dat lekker in mijn bakje hummus. En dat is ook echt heerlijk. Love it. Ik heb ook nog lekker deze in huis, dus daar ga ik ook een beetje van drinken. Dit is echt absoluut mijn favoriete smoothie die je in de supermarkt kan halen. Zo lekker, och. Oké, nou het is bijna 6 uur en ik begin alweer honger te krijgen. Dus ik ga zo meteen eten. En vandaag ga ik eigenlijk gewoon een bakje uit de vriezer eten. Of tenminste, deze heb ik gisteravond al uit de vriezer gehaald. Het is gewoon een bakje pasta saus die ik een paar dagen geleden heb gemaakt. En dit is ook eigenlijk hoe ik elke dag ongeveer eet. Ik maak ongeveer elke zondag een soort van meal prep voor de hele week. Waarin ik dan gewoon eten maak. En dat is dan vaak soep of pasta. Of ja, weet ik het wat. Gewoon wat je kan bedenken. En dan maak ik dat. En dan flikker ik alles in bakjes. En dan doe ik het in de vriezer. Zodat ik het gewoon eigenlijk alleen maar uit de vriezer hoef te halen.
en op hoef te warmen. Dus vandaag ga ik gewoon pasta eten. Dit is gewoon tomatensaus. Ik zal eventjes vertellen hoe ik het maak. Ik kan het nu ook laten zien, want ik heb het nog in de koelkast staan. Ik gebruik, het verschilt. Soms pak ik verse groenten. Dan pak ik bijvoorbeeld gewoon champignon, courgette, paprika, soms spinazie. Dat soort dingen, maar ik doe het ook wel eens met een pakket. Dat heb ik dit keer gedaan. Het is gewoon een macaroni spaghetti pakket met prei, rode ui, champignon, groene paprika, rode paprika en gele paprika. Dan doe ik er gewoon een bakje tomatensaus bij. Ik heb vaak dit soort dingetjes, blokjes tomaten met knoflook zit in tomatensap. Maar ik heb ook vaak gewoon tomatenpuree of zo'n, ja, gewoon ook zoiets als dit, maar dan net weer anders. Dat verschilt een beetje. Dus wat ik nu even ga doen is pasta koken. Dan ga ik dit gewoon opwarmen. En dan heb ik lekker mijn avondeten. Dus dat is echt super chill. En dit is ook echt iets wat ik iedereen wil aanraden. Als je weinig tijd hebt in je leven. Kook gewoon één keer heel veel. Doe alles in bakjes en doe het in de vriezer. Dat is echt mijn levenstip voor iedereen. Ik heb dus echt de tik dat ik tijdens het eten dus echt heerlijk vind om ook gewoon YouTube-video's te kijken en zo. Of een serie of whatever. Ik vind dat gewoon echt het chillste wat er is tijdens het eten. En oh, wat kan ik toch genieten van een bord pasta. Ik kan er echt niks aan doen. Inmiddels laat en ik ga zo meteen mijn bedje in. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze What I Eat in a Day. Abonneer op mij als je dat niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doei!